Floris. Goedemorgen, Xander. Goedemorgen, of is het goeienacht voor jou? Ben je nog of al wakker? Ik ben terug wakker. Ik slaap even en dan word ik terug eens wakker. En dan ga ik terug slapen en dan ga ik morgen werken. Voilà. Heb je zoveel stress in je leven? Of, Nee, maar ik maak ook nog wat radio tussendoor en zo. Ik ben zo'n beetje zoals jij. Dus, Vorige week had ik ook een radiomaker tussen aanhalingstekens aan de lijn. Die is al sinds de jaren 80 bezig met radio. Maar daar kwamen toch niet zoveel positieve reacties op mijn sms-box. Jij bent ook met radio bezig. Op welke manier? Het is eigenlijk een lokale radio hier in Halle en daar ben ik eigenlijk al enkele jaren mee bezig zo. Ah, dat is wel leuk. Ja. Leuk, absoluut. Ik ben ook regionaal begonnen en dan kreeg ik de kans via de Q-Academy. Wat ben je, Floris? Ik ben momenteel 31. Ah, dat is net te oud om mee te doen met de Q-Academy. Maar goed, even iets helemaal anders, Floris. Je hebt een sms gestuurd naar mij, want je bent op zoek naar... 4 meisjes om een leuk reisje te maken naar Zuid-Frankrijk. En ook opname van Muziekclub in september. Ah, dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. Ja, want ik ben op zoek naar 4 meisjes die met mij op reis willen gaan. Oh, kijk, een beetje plezier maken. Maar het is dus eigenlijk voor een videoclip, een muziekclip. In september is dat. En voor welke clip? Die clip is nog in... Allee, de muziek is al klaar, maar dit zal een heel speciaal nummer worden, heel simpel. Het is ook een beetje... Wacht, heel speciaal of heel simpel? Speciaal en simpel, eigenlijk een beetje de twee. Het moet speciaal zijn en het moet simpel zijn. En dat is eigenlijk hetgeen, omdat het zo simpel is, wordt het eigenlijk ook speciaal. Oké, dat is even een mindfuck, want ofwel ben je speciaal, ofwel ben je simpel. Enfin, goed. Ja. En waar gaat die clip dan worden opgenomen? In Zuid-Frankrijk? Ja, in Zuid-Frankrijk, in een of ander verloren dorpje waarschijnlijk. Of misschien ook een stukje aan de zee, dat zien we wel. Hè. Dus we moeten nog alles een beetje uitstippelen eigenlijk, hoe we het in elkaar gaan steken. En hoe lang? Hoe lang? Goh, dat hangt er natuurlijk vanaf. Dat zal wel een weekje of 2 weekjes zijn om dat allemaal in elkaar te boksen. Hè. Dus er moet geoefend worden, er moeten dansactjes komen. Dus het moeten wel mensen zijn die wat acteertalent hebben. En ook een beetje danstalent. Danstalent moeten ze ook hebben natuurlijk dan. Een beetje toch, ja. Een beetje. Okay, als je een beetje kan dansen zoals in de discotheek, dan moet dat ook wel lukken. Voilà. Oké, okay. En welke leeftijd? Van welke leeftijd jou tot welke leeftijd? Dat is een moeilijke vraag natuurlijk, hè. Van wanneer kan je dansen? Ik denk vanaf leeftijd tussen 20 en 30 jaar is, dat mag eigenlijk iedereen zijn. Oké, dus even nog eens kort opsommen. Floris zoekt 4 meisjes tussen 20 en 30 jaar om in september een muziekclip, een videoclip op te nemen in Zuid-Frankrijk. En dat gaat zo'n 2 weken duren. Als je daarvoor geroepen voelt, dan mag je een smsje sturen naar 6025. En Floris, dan sms ik dat wel even door naar jou, hè. Ja, dat is perfect. Goed, ik wens je heel veel succes. En als er vorderingen zijn, laat maar weten. Stuur maar iets door of zo, hè? Ja, ik zal zeker iets doorsturen. Je bent alvast bedankt. Oké, en veel plezier nog op de radio in Halle daar, hè? Ja, ik zal mijn best doen. Floris, fijne nacht nog. Yo! Ja, dag. Salut! Q music. Q music. Q is good for you.